Ja, eigenlijk toen werd gevraagd om nutjes te bedenken, was het eerste wat in mijn hoofd opkwam eigenlijk dat ik mijn fiets beter ben gaan parkeren toen ik me er bewust van werd dat mensen die slecht ter been zijn of slechtziend zijn, dat die echt last kunnen hebben van hoe jij je fiets parkeert, hoe ik mijn fiets parkeer. En dat ik sindsdien eigenlijk dat voorzichtiger ben gaan doen en meer rekening houdend met andere weggebruikers. Het idee van de blind date hebben we het genoemd, geloof ik, is dat je... Nou, eigenlijk heel zichtbaar verschillende mensen zich over het trottoir ziet bewegen met een blinde geleidestok en een zonnebril op. Zodat je eigenlijk even denkt van, oh, misschien moet ik iets voorzichtiger zijn. Even nadenken over waar ik mijn fiets parkeer, op welke manier. En misschien net iets verder als dat je dat in de eerste instantie zou doen. Je even verplaatsen in iemand anders. En dat we heel vaak dat zijn we eigenlijk geneigd in ons eigen straatje te denken en de dingen te doen die we... Ja, we hebben zelf haast, we moeten snel boodschappen doen, er zit misschien thuis iemand op je te wachten. Maar tegelijkertijd, doordat jij haast hebt, maak je voor iemand anders een onveilige of onprettige situatie. En als je net daar een klein duwtje in kan geven, mensen net iets langer erover na kan laten denken, dan kan je misschien een verandering teweeg brengen. De nudge met de punaises, die heet pssst. En het idee is dat mensen zetten zo snel mogelijk hun fiets ergens neer, maar ze willen hem eigenlijk wel veilig parkeren. En op het moment dat ze hem geparkeerd hebben en ze vervolgens, als ze hem weer van het slot afhalen, zien dat er allerlei punaises liggen, dan zullen ze voorzichtig wegrijden, maar daarmee zal ook de volgende persoon... Dus ze zullen misschien even denken van, oh, volgende keer iets beter opletten waar ik mijn fiets parkeer. En tegelijkertijd zal die plek waar die punaises liggen minder makkelijk ingenomen worden door een volgende fiets. Eigenlijk een middel bedacht waarmee je dat wiel recht zet. Dus door een tie wrap door het frame en het voorwiel te halen en even stevig aan te trekken, blijft het in één lijn staan en dan wordt het een veel minder gevaarlijk object. Staat dat wiel niet meer over de rijbaan of de trottoir. En dat kunnen mensen ook bij andere fietsen doen. Dus je kan elkaar zo een beetje helpen te voorkomen dat je eigen of andermans voorwielen vernield worden. Ja, en dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de punaises. Op het moment dat je je fiets hebt geparkeerd en dan daar terugkomt en ziet dat er nat is geweest, dan denk je, oh, ik heb niet goed opgelet. Eigenlijk denk ik dat heel vaak mensen willen graag hun fiets veilig en snel parkeren. Op het moment dat het net niet direct zo makkelijk kan, zet ze hem toch misschien iets te gemakkelijk op een plek. En met het bordje nat laat je ze daar net eventjes mee over nadenken. Van, oh, was dat er nou net ook al? Was dit wel eigenlijk wel een goede plek om te parkeren? En daarmee zou je misschien in een volgende parkeeractie net iets langer kunnen nadenken. We hebben ook het fietsparkeercomité. Dat zijn eigenlijk dat we met hesjes aan rondlopen en kijken naar hoe mensen hun fiets parkeren. Verder niks doen, maar alleen maar laten zien dat er opgelet wordt over hoe mensen hun fiets parkeren. Niet ter controle, maar misschien eigenlijk ook als het goed gaat om om ook daarbij stil te staan. Dus ja, het is echt het tegenovergestelde eigenlijk als wat je vaak bij de politie ziet. Dat ze echt, of bij controleurs, dat ze gaan kijken wat gaat er fout. Waarom doen mensen dingen niet goed? Omdat je eigenlijk puur door zichtbaar aanwezig te zijn, kijkt of mensen daar ook rekening mee houden.